Welkom weer allemaal bij een nieuwe aflevering van God bestaat. In de vorige aflevering hebben wij gekeken naar het argument, het kosmologische argument. Hierin hebben wij geconstateerd dat God oneindig is, dat hij ruimteloos is en immaterieel. In deze aflevering gaan wij kijken naar het argument dat God de maker en onderhouder is van alles zoals beschreven in Romeinen 11 en in Psalm 90. Dit argument, het teleologische argument, of ook wel het fijne afstamming argument genoemd, veronderstelt dat alle eenheden en elementen die we in het universum zien, allemaal zo fijn zijn afgestemd dat leven mogelijk is gemaakt. En deze fijne afstemming is te wijten aan of toeval of aan ontwerper/ontwerper. Maar laat ik eerst kijken naar waarom en hoe we kunnen constateren dat het universum fijn is afgestemd. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven hoe we kunnen constateren dat het universum is fijn afgestemd. De eerste is zwaartekracht. Zwaartekracht kennen wij als 9,81. Maar dat gaat nog duizenden cijfers achter de komma's door. Als dat maar een klein beetje afweek, dus maar één cijfer achter de komma, heel ver achter de komma afweek, kon leven op aarde niet mogelijk zijn. Een ander voorbeeld is als de aarde maar 1 centimeter dichter bij de zon stond, dan was het te warm om te leven op aarde. Maar als de aarde ook maar 1 centimeter van de zon af was, was het ook weer te koud om te leven op aarde. Een ander voorbeeld, als Saturnus of Jupiter een klein beetje links of rechts van de aarde zaten of de plek in hun universum, dan kon leven op aarde ook niet mogelijk zijn, want dan zouden ze niet alle kometen kunnen opvangen en zouden alle kometen op aarde vallen. Maar ook, zoals we in de vorige aflevering hebben gezien, dat het universum uitdijt. En deze uitdijing gaat met een bepaalde snelheid. Als deze snelheid maar een tikje van een seconde te snel was, dan zou leven niet op aarde mogelijk zijn geweest. Want dan zou het universum niet kunnen bestaan. Maar ook als het 1 seconde maar te langzaam was, dan kon het leven op aarde ook niet bestaan. Zo kunnen wij zien, en zo zijn er ook weer tientallen voorbeelden, dat al deze elementen allemaal hebben geresulteerd dat we kunnen constateren dat alles hier op aarde fijn is afgestemd. En deze fijne afstemming is dus te danken aan of het is toeval dat het allemaal zo is geweest, of dit moet impliceren dat er een ontwerper is, iemand die is geweest om dat te doen. Voordat ik vertel of het te wijten is aan toeval of aan een ontwerper, geef ik nog een voorbeeld. Kijk eens bijvoorbeeld naar DNA. DNA bestaat uit duizenden letters. Als maar 1 van deze letters in een andere volgorde stond, kon een cel niet leven en kon een mens of een dier niet bestaan. Zelfs dat is zo erg tot de millimeter afgestemd. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar een softwareprogramma van een computer, dat is een hele codetaal voor een computer om te werken. Als maar 1 letter verkeerd stond, dan kon de codetaal niet werken of niet activeren en kon de computer of laptop ook niet werken. Dus daar is het ook fijn afgestemd. En zo zien wij dus niet alleen in het universum, maar ook in cellen, dat er voorbeelden zijn van fijne afstemming. Oké, hoe kan dit? Is dit toeval of was er een ontwerper? Laten we eerst kijken naar het eerste argument. Nou, dat het toeval is. Dat denk ik niet, want dat lijkt me ook niet logisch. Dat het toeval is dat al deze, niet eens maar 1 element, maar al deze voorbeelden, al deze elementen tegelijk precies kloppen. Dat zou geen toeval kunnen zijn, lijkt mij. Dus het andere argument is dat het ontwerper is en dat lijkt me logisch. Zoals een lekkere maaltijd, bijvoorbeeld de pasta, precies de juiste ingrediënten moet hebben om een pasta te zijn en om ook lekker te zijn, moet er ook een chef zijn geweest die dat heeft gemaakt, die maaltijd heeft gekookt. Zo ook als je kijkt naar een ontwerp, naar kunst. Een kunst heeft een bepaald doel, een maaltijd heeft een bepaald doel. Zo ook het universum heeft een bepaald doel. Namelijk leven op aarde mogelijk maken. En ik denk niet dat dat toeval is. Ik denk dat het eerder komt doordat er een oorzaak is dat dat is gebeurd. En ook die oorzaak noemen wij God. In de Bijbel staan er ook meerdere versen die bewijzen dat God de ontwerper is van het universum. Of de ontwerper van al deze eenheden dat ze zo precies en fijn zijn afgestemd. Bijvoorbeeld op Psalm 90 vers 2. Eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld.
had voorgebracht. Ja, van eeuwigheid tot in eeuwigheid zijt gij God. Romeinen 11, 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. En dit was alweer het tweede argument voor het bestaan van God. Het teleologische argument. Nog een keer kort samenvattend. We hebben gezien dat er heel veel voorbeelden zijn, zoals zwaartekracht, de plaats van aarde in het universum. Allemaal precies zo zijn afgestemd dat leven op aarde mogelijk is. Dit kunnen we concluderen aan de hand van of toeval of een ontwerper. We hebben gezien dat toeval niet heel erg logisch klinkt en dat ontwerper een meer logische verklaring is hiervoor. En hiermee heb ik het tweede argument gepresenteerd dat God bestaat. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.